Ja, dus het voorbeeldje dat ik jullie ga tonen komt van Good Habits. Het is niet iets dat we zelf gemaakt hebben, maar ik vind het wel een heel sprekend voorbeeld. Vandaar dat ik toch even wat demonstreren. Good Habits is een Nederlandse organisatie die een catalogus hebben van ondertussen meer dan 100 trainingen. Allemaal online trainingen rond soft skills en business skills. Dus ja, je hebt eigenlijk toegang tot heel die catalogus. Je kunt daar de dingen uitpikken die voor u interessant zijn. Dat is puur het online gedeelte. Maar het leuke daaraan is ook dat ze al die trainingen, dat ze ook in een blended vorm aanbieden. En eigenlijk voor elk van die trainingen hebben ze een workout uitgewerkt. Een workout is eigenlijk een leidraad voor ofwel de lesgever ofwel eigenlijk gewoon iemand die dat kan faciliteren. Voor hen te helpen voor het online gedeelte te gaan blenden en te gaan verrijken met contactmomenten. En het werkt eigenlijk altijd met hetzelfde principe. Dus je hebt altijd eerst een introductiesessie. Ja, het zal misschien niet echt leesbaar zijn, maar op zich is dat ook niet zo belangrijk. Dus in de introductie krijg je een aantal video's te zien. Dus in de workout staan dan de links naar die video's die op YouTube staan, die je in zo'n introductieles even kunt tonen. Het voorbeeldje dat ik ga tonen gaat over EHBO op het werk. Ja, het zal wel een beetje een andere content zijn als de EHBO bij jullie. Het is echt gericht op ja, gewoon medewerkers in een organisatie die zo de basis EHBO moeten kennen voor het geval dat zich een bepaalde situatie voordoet op hun job. Dus het is heel, heel basic. Maar ik vond het op zich wel een mooi voorbeeld. Dus we starten eigenlijk met de introductiesessie met een aantal filmpjes. In het volgende deel, nu in dit geval, dus één stelling die ze in de groep gooien. Welke basiskennis van EHBO voor bedrijven zou iedere werknemer moeten hebben om samen een veilige werkomgeving te creëren? En dan gaat eigenlijk een groep daarover praten, gaat kijken van wat zijn de ideeën van de mensen, wat zijn de eventuele ervaringen dat ze hebben. En dan aan de hand van een aantal vragen, bijvoorbeeld van, heb je ooit al eens te maken gehad met een situatie waarin eerste hulpverlening moet worden toegepast? Gaat eigenlijk in dialoog met je cursisten en gaat ook al eens horen, met wat zijn ze bezig? Je gaat al bepaalde dingen kunnen aanreiken van informatie. Dan is er een stukje theorie, maar dat is echt heel beperkt. Eigenlijk vooral inleidend, waar het dan in de online module nog verder gaat verdiept worden. Dus hier ook alweer, eigenlijk is het gewoon de kernboodschap dat hier wordt meegegeven. En dan krijgen ze een thuisopdracht. Thuisopdracht is vooral om die online module door te nemen, dat jullie straks ook even gaan tonen. En in die online module zitten ook een aantal opdrachten. En zij krijgen eigenlijk de vraag voor één of twee van die opdrachten effectief te gaan uitvoeren. En om die in de volgende les te gaan terug mee te brengen. Dus je hebt die introductiesessie. Nadien wordt er nog eens gevolgd door een terugkomstsessie. En daartussen zit bijvoorbeeld 4-5 weken waar dan mensen de tijd krijgen voor die online module te gaan doornemen. Ik ga dat eventjes tonen. Ik ga wel direct zeggen dat dat is content die heel kwalitatief is. Daar zit een heel team achter die dit soort dingen maken. Dat is ook gemaakt in een authoring tool die heet FlowSparks. Maar er zitten heel veel dingen tussen die eigenlijk ook op een andere manier zouden kunnen ontwikkeld worden. Vandaar dat ik het ook wel een goed voorbeeld vind. Op zich zijn niet heel ingewikkelde dingen, er zitten ook geen ingewikkelde interacties tussen en dergelijke. Maar het belangrijkste is eigenlijk, dit is een heel mooi gestructureerde pagina. Dus je hebt 5 blokjes. Met daaronder telkens een aantal leeractiviteiten. En zij werken ook heel veel met dat principe van herhaling. Dus bijvoorbeeld bij het eerste deel, je hebt daar 4 verschillende leeractiviteiten of leervormen. Begin met een magazine. Dan heb je een storyboard. Een storyboard is eigenlijk een animatie. Ik zal straks een klein stukje van tonen. Dan heb je een quickscan, waar dat je een aantal stellingen krijgt en waar dat iemand, waar gewoon op basis van de antwoorden kan gezegd worden op welk niveau dat die persoon effectief staat.
En dan op het einde heb je een to-do. Dat kan een opdracht zijn of iets, ja, een specifieke instructie voor te doen. Maar eigenlijk in al die verschillende leeractiviteiten wordt vaak dezelfde boodschap herhaald, maar gewoon op een andere manier. Dus dat is eigenlijk die variatie. Op zich zit daar niet gigantisch veel content achter, maar door het op die verschillende manieren te brengen, kun je eigenlijk tegemoetkomen aan de eventuele leerstijlen dan, als ik daar al van mag spreken, van die persoon. Dus eigenlijk kan zelfs iemand zeggen van, ik leer graag iets textueel, ik ga gewoon dat magazine doornemen. En ja, like dat zit, dat is eigenlijk gewoon tekst, maar wel heel visueel en op een aantrekkelijke manier gebracht. Dus dat is eigenlijk gewoon gelijk een digitaal boekje dat je doorneemt. Dan heb je hier bijvoorbeeld het storyboard. Daar gaan een beetje dezelfde dingen worden in herhaald dan bij het magazine. Ja, het is nu even zonder geluid. Dus dat is ook een animatie waar dat, die dingen iets compacter dan worden uitgelegd. Dus dat is nu de inleidende module, maar als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar het tweede gedeelte, daar zit iets meer in. Daar hebben we bijvoorbeeld ook instructievideo's. Een beetje vergelijkbaar met wat we deze morgen gezien hebben, die instructievideo's. Dus hier hebben we terug voor bepaalde handelingen dat dat ook via die video wordt gedemonstreerd. En dat kan zowel via video als via tekst bekeken worden. Of waar je dan, als je niet echt kan luisteren, kan je dan gewoon via de tekst meevolgen. En eigenlijk zijn al hun leermodules of al hun trainingen op die manier opgebouwd. Het is altijd heel duidelijk vijf verschillende blokken waar je telkens een aantal leeractiviteiten hebt, waar dat één specifieke boodschap op verschillende manieren wordt aangeboden. Dus één keer aan de cursus dat heeft doorgenomen, komt hij terug naar die terugkomstsessie. Dat is ook weer iets dat hoeft geen uren te duren. Dat kan een uurtje zijn, dat kan twee uur zijn. Waar je nog eens opnieuw rond de tafel gaat zitten, waar dat je dan de opdracht dat je moest uitvoeren, dat je die even kunt bespreken met de lesgever. En waar dat dan nog eens opnieuw kan gesproken worden over het onderwerp, waar dat je ervaringen kunt uitwisselen. Maar waar dat eigenlijk de lesgever minder echt instructie gaat geven, omdat dat eigenlijk vooral in die online module zat, maar wat eigenlijk vooral eerder facilitator is. En natuurlijk, ja, dit is dan het theoretischere gedeelte. Nadien kun je natuurlijk ook een moment aan koppelen waar je dan effectief gaat uitvoeren. Like dat vanmorgen ook gezegd was, mensen kennen het theoretische wel, maar natuurlijk bij reanimatie bijvoorbeeld moet je het ook effectief een keer kunnen uitvoeren. Niet iedereen heeft zo'n pop thuis waar ze dan mee kunnen inoefenen. Dus dat zijn dan de zaken waar je eigenlijk meer op kunt focussen tijdens je les. Of wat je daar eigenlijk ook kan doen, is terwijl dat je hen die dingen laat uitvoeren, of dat je die zelf nog eens demonstreert, dat je theoretische dat daarachter zit, dat je dat ook nog eens opnieuw herhaalt, maar altijd terwijl dat je het effectief aan het toepassen bent.